Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look. U bent weer afgestemd op Excelsior 31 TV. In de weekjournaals van de afgelopen weken was er aandacht voor de nieuwe spelers van het eerste elftal. U heeft twee nieuwe spelers te goed. Straks aandacht voor Jannik de Vries, maar we beginnen eerst met Lucas van Beek. Ik ben Lucas van Beek, ik ben 18 jaar oud. Ik kom uit de onder 19-1 van Excelsior. Ik speel hier nu, dit wordt mijn vijfde seizoen bij Excelsior. Hiervoor heb ik bij Holte gespeeld. Ik ben centrale verdediger. En wat doe je in het dagelijks leven? Ik studeer. En wat studeer je? Ik studeer sportmarketing op het Saxion in Deventer. En wat houdt dat in? Wat wil je daar later mee doen? Wat ik daarmee wil doen weet ik nog niet. Maar het is een brede opleiding. Het is commerciële economie met een specialisatie op de sportwereld. Ja, je zei net al, je komt niet uit van Excelsior uit de jeugd. Je hebt hier wel een aantal jaren al gespeeld. Waar kom je oorspronkelijk vandaan? VV Holt. En woon je daar ook of heb je daar gewoond? Ja, ik woon in Holt, nu nog steeds. En je zei net al, je bent centrale verdediger. Heb je nog meer posities waar je uit de voeten kan? In de jeugd wel eens verdedigd op het middenveld gespeeld, maar eigenlijk voornamelijk centraal achterin. Dan ben je dus echt een verdediger. Is dat ook waarvoor je nu hier over bent gekomen naar het eerste? Ben je daarvoor gehaald, zeg maar? Ja, ja. Wat zijn jouw kwaliteiten dan als verdediger? Sterk in de duels. Ik heb een aardige lange bal in de benen. Kopkracht. En ja, moet je achterin het regelen. Dus dat zou ik hier ook moeten doen. Net zoals in de jeugd. Zou ik hier ook moeten doen. Ja, je had het net al even over dat je overkwam van de onder 19. Dan heb je twee seizoenen gespeeld. Waarin heb je jezelf ontwikkeld in dat team? Afgelopen seizoen vooral de leiding nemen. Vanuit achteruit was dat de belangrijkste taak voor mij om op te pakken. En verder overzicht houden, rust aan de bal. Toen ik van Holte kwam was ik vooral heel wild, lange ballen spelen. En dat is langzaamaan beter geworden, voetballende oplossing zoeken. Dat voornamelijk. Misschien wel een positief dingetje voor jou. Dit seizoen zitten er iets minder echte centrale verdedigers in het eerste elftal dan vorig seizoen. Hoe groot schat jij je kansen in op speelminuten in het eerste elftal? Ja, kansen die zijn er altijd. Ik moet zorgen dat ik goed mijn best op trainingen laat zien. En hopelijk misschien als een keer iemand geschorst geblesseerd is, dat ik er sta en er moet staan en er blijven staan. Dat is de bedoeling voor mij dit seizoen. Je hebt natuurlijk wat gesprekken gehad toen je moest aansluiten bij het eerste elftal. Wat waren de plannen van de TC en de trainer met jou? Alles trainen bij het eerste en speelminuten maken. Dus als ik die hier niet krijg, speel ik in het tweede. Dus de mensen die jou willen zien voetballen kunnen ook, mocht jij niet hier meedoen, gewoon bij het tweede komen kijken? Ja, zeker. Waarin hoop jij je bij het eerste elftal met name stappen in te maken? Dus waar wil je jezelf nog in verbeteren? Ja, natuurlijk alle punten van wat ik moet zijn als verdediger. Ik train al de afgelopen 10, 12 weken of zo mee hier bij het eerste. En je merkt vooral handelingssnelheid, van tevoren weten wat je moet doen. Ligt hier allemaal weer een stap hoog. En ik moet zorgen dat ik me gauw aanpas. En dan beter wordt en belangrijk kan zijn voor het team. Wat zijn je eigen doelstellingen? Want je had het net over speelminuten maken natuurlijk. De blijven staan, als je er komt te staan. Wat zijn je eigen doelstellingen? Mijn doelstelling is om zoveel mogelijk minuten te maken in de wedstrijden. Oefenwedstrijden misschien. Trainingen, zorgen dat ik fit blijf dit seizoen. Dat is denk ik het belangrijkste. En dan zorgen dat ik zoveel mogelijk uit spelen toekom. Is dat niet hier, dan is dat in het tweede. En voor de mensen die jou hier gaan zien voetballen, wat kunnen ze van jou verwachten? Iemand die altijd volle 100% geeft en altijd ervoor gaat. Wil winnen, winnaar en alles aan doet om te winnen. We hopen jou nog vaak terug te zien in het shirt bij het eerste elftal. Dankjewel voor dit interview en succes komend seizoen. Ja, dankjewel. Jannik de Vries werd het afgelopen seizoen topscorer van het amateurvoetbal in Twente. Dit seizoen zien we hem in het rood en wit van Excelsior 31. Wat doe je in het dagelijks leven, Jannik? Overdag werk ik in een stoffabriek en voor de rest, daarna train ik lekker en voor de rest ontspan ik graag. Okay, en je gezinssituatie, woon je nog thuis? Ja, yes, ik woon thuis bij mijn vader en mijn broertje. Dat is mijn gezinssituatie. Okay, en hoe oud ben je? Bij 21 jaar. Ah, dat is nog vrij jong dus? Ja, wel aardig jong, ja. Nog geen leeftijd om op mezelf te gaan. Ik hoorde en ik las dat jij vorig jaar topscorer was in het amateurvoetbal, althans op het zaterdagvoetbal. Zondagvoetbal. Hoe is dat gegaan? Ja, ik heb 31 mogen maken en toen was ik topscorer, dus dat meer kan ik niet vertellen. Ja, dus je hebt aardig een neusje voor de goal. Als linksbuiten,
heb ik er 31 gemaakt. Wel aardig netjes vind ik zelf. Nou, voor linksbuiten wel toch? Of niet? Dat zou je wel van de spits verwachten. Ja, precies. Ja, ik ben linksbuiten, rechtsbuiten. Ik heb er 31 ingelegd. Nou, dat is toch hartstikke mooi. Ja, dit is wel een ander niveau, of niet? Ja, dit is wel heel anders. De rondo gaat al veel sneller. Het is allemaal wennen. Maar ja, ik kom er vanzelf wel in. Ja, daar moet je gewoon even aan wennen inderdaad, wat je zegt. En welke clubs heb je gevoetbald, Jannik? Ik heb bij Sportclub Overdinkel gevoetbald, bij FC Twente, Go Ahead Eagles en Eilemark. En nu Excelsior 31. Oké. Okay. En je hebt nog dagelijks meegetraind en gespeeld bij een voetbalacademie in Apeldoorn? Klopt. Hoe is dat gegaan? Ja, dat is wel leuk. Je speelt met jongens over heel de wereld. Allemaal andere culturen, dus je leert jongens ook van een andere cultuur kennen. En hoe die trainen, dat is wel leuk. Je hebt 31 doelpunten gemaakt, dus je kwaliteit die weet ik wel, de scoren. Maar wat zijn je kwaliteiten nog meer? Maar heel eerlijk gezegd had ik voordat ik aan het seizoen begon, had ik niet verwacht dat ik er 31 zou maken. Was meer de speler die de balletjes breed leggen en dat iemand anders ze maakt. Maar ja, ik heb er 31 ingeschoten, dus ja, dat is wel lekker. Ja, jij bent niet benaderd, maar je hebt Excelsior 31 zelf benaderd? Nee, ik ben wel benaderd in de winter. Maar toen had ik gezegd van dat ik nog even wil wachten, dat ik gewoon het seizoen lekker wil uitvoetballen en dan mijn keuze wil maken. Nou, dat heb ik uiteindelijk gedaan. Amateurbasis hier, maar ja, daar heb ik vrede mee. Nou, je speelt jezelf in de kijker hè, op zo'n niveau, toch? Ja, hoop ik wel. Ik hoop het wel. Ja, je bent jong, je bent 21 jaar. Kijk, op amateurbasis op zich helemaal niet erg, denk ik. Maar als je in de kijker speelt, dan weet je ook niet wat er gebeurt. Nee, precies. Ik hoop wat af te dwingen. Lukt dat? Zou mooi zijn. Lukt het niet? Dan heb ik er alles voor gedaan. Ja, daar gaat het ook om, hè, dat je er zelf alles aan doet. Ja, zeker. Dat is ook mijn bedoeling. Wat verwacht je van de komend seizoen, Jannik? Ik hoop een mooi seizoen met goed voetbal. Ja, en we gaan zien wat het seizoen brengt. Excelsior 31 heb je gevolgd dit jaar? Ja, wel redelijk gevolgd. Aardig. Wat vond je van de ontknoping? Ja, ik vond het echt heel mooi om te zien. Ik had het op Facebook gezien via RTVO's, dacht ik. Ja, het was wel echt top. Maar het was wel echt vet. Ja, het was bijzonder, want niemand verwachtte het, hè? Ja, precies. Dat is ook het vet eraan. Maar ja, zo is voetbal. Ja, dat is hartstikke mooi. Jouw persoonlijke doelstelling voor ons seizoen? Voor aankomend seizoen een basisplaats afdwingen. Dat is mijn doelstelling. Nou, ik hoop dat het lukt en alvast veel succes, kerel. Dank u wel. Dank. Tot zover dit weekjournaal. Aanstaande dinsdag gaat het Fletcher toptoernooi van start. We zien u dan graag hier op de Koerbelt. Voor nu bedankt voor het kijken en heel graag tot dinsdag. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look.